Dus we zijn vandaag in de studio en we gaan de track afmaken met Campy. Maar de grap is, Danilo kan het weer niet vinden. Zo typisch. Ja, dit is hem. Ja, maar dit is niet de sessie, dit is gewoon de bounce. Soms ben ik eenzaam. Of niet? Hallo, ja, dit is ouwe. Ja, klaar. Dat gaat nog niet. Mee, pak u dan eigenlijk waar wat het was. Maar kan je dat soort van twee schermen of zo? Tuurlijk, drie schermen kan ook. Nou, dit, dat is een beetje te vroeg van het goede. Dat is optioneel. Ja, ik heb het zoveel. Kijk, waar zit het? Nee, vraag je niet of wat willen drinken dan je? De koekas is daar. Als je dat nog steeds niet weet, dan. Hé, hey, daar is koekas! Ik hoef niet meer, dankjewel. Hé, brood. Agua salamantari. Mag ik wat zeggen? Yes. Heel die track kon blijven zoals die was. Okay, het enige wat er was. Kijk wat je hebt gezet. Die bijvoorbeeld in het begin. Die. Ja. Die vind ik lekker. En ook wat je hebt gedaan in. Volgens mij in die pre-chorus. Heb je ook wat gedaan? Ja, ik ga die oude beat terughalen nu. Dan zijn we daar gelijk van verloren. Zoveel mensen om me heen. Maar alsnog. Maar weet je wat het is? Alleen. Mijn hart zit vol met liefde. Ja, maar wat doet het me toe als ik mezelf niet eens voel? En mijn linker dat er is die camera maakt. Verdeel jezelf, hier. Die heb ik al 3 jaar hier, dus ik weet. Hey, weet zeker, hoe krap ik je gitaar op het. Ik heb mijn autosleutel misschien in de prullenbak gegooid. Althans, in de vuilniszak. En die vuilniszak is al in de prullenbak gegooid. Dus mijn autosleutel is weg. Ik dacht eerst ga even huilen, maar dat schiet ook niet om natuurlijk. Toen wou ik schelden, maar dat kon ook niet. Ik stond met mensen in de auto. En nu... Wie is dat? Nou, ik heb me snel klaargemaakt. Zo. Ik ga Joy ophalen. Obviously. Obviously. Hoe mijn haar niet gekomt. Ik heb mijn haar laatst geverfd. Ik ben wel echt blij. Zie jullie zo. Deze draak is al klaar op school. Joy, dit is echt. Things we do as a mom. So ugly. Beautiful. Regard. Is eerst mijn huis afgemaakt, als hoi! Hoi Nadia. Mama, die volgens mij praat ze met je moeder, want ze vroeg naar je. Barack Obama became the first black president of the United States. Go Obama! This can get in as week. Oh, trouwens, Nadia is net binnengekomen. Nadia is mijn nichtje, maar girl. Girl. Oh, ik loof. Goedemorgen. Het is woensdag. Ik ga nu naar een afspraak. Amerika. Nee, ik heb het sowieso. Ik dacht dat ik heb een andere, want ik ben
Jill gaat naar Amerika. Ja, maar je weet hoe dat verhaal van Blond was afgelopen in Miami. Dat ging niet goed mee. Nee. Ja, je bent gegeten. Oh ja, we hebben net gegeten bij Altijd. In de buurt. Echte aanrader. Het is veel te veel. Maar het was lekker. Niet. We klagen niet. We klagen niet. Ze zijn best wel bruin als schoon is. Ja, lekker maar. Ik voel mezelf best wel bruin. Ja. Nou mensen, ik zit nu in de auto en mijn moeder weet niet dat ik dit film, want ze zijn daar. Ja, ik ga zo naar voetbal. Ik wil het gewoon even zeggen. Doei! Nou, nou. Wij hebben boodschappen gedaan, Joy en ik. Het is vandaag zaterdag trouwens. Ik heb gewerkt. Er is nog wafel niks. Huh? Sorry, mag wafel. We gaan even laten zien wat we hebben gehaald. En daarna gaat Joy laten zien hoe de wafel maken werkt. Kijk, we zijn naar de Dirk geweest. Ik heb een drying rack. Ik dacht misschien is het wel handig. Waarschijnlijk ga ik het nooit gebruiken, want dan ben ik weer. Ik heb toiletpapier gehaald. Almof roomyoghurt, maar dit is niet van mij. Het ziet ook echt vies uit. Dit soort dingen. Dit is echt misselijk, man. Oh, sorry, maar het is echt niet lekker. Donut. Ik ben gek op mango trouwens. Dus alles wat met mango te maken heeft, wil ik hebben. Het zou drankjes zijn of yoghurt of toetjes. Even kijken. Wolkentoetjes. Schalen. Ik was echt toe aan nieuwe schalen. Deze heb ik ook gehaald bij Bas. Voor mijn lasagne's. Dit is een ronde. Ja, dus dit is eigenlijk meer voor groenten of... Weet je wel, als je een groenteschotel of zo gaat maken. Ik hoef niet te vertellen van wie dit is. Super slecht. Maar wel lekker. Beste aankoop van vandaag. Hier heb ik echt zin in. Oh, mijn baby's. En vitamin water. Framboos granaatappel. En uiteraard. Dat is van Blauwtje. Oh ja, dit is wel leuk om te laten zien. Bas van der Heijden die had dus deze week de aanbieding. Kijk, ze hebben gewoon hoodies van Adidas. Ik weet niet of je het ziet. Hij is een grijze van gehaald. En een zwarte. Ik ging hiervoor naar de Action en ik liep weg met alle andere troep. Hoe heet dit ook alweer? De... Plumer. Plumero de microfibra. Deze heb ik. Oh, wat leuk. We hebben dit ding niet eens kijken. Zo ziet dat eruit. Dit is heel leuk. Mijn nichtje stuurde me een foto van... Hey, ik denk dat dit wel heel leuk bij je thuis past. Het is gewoon een... Oh. Oh ja. Theo's. Tandenborstels. En... Dat cadeautje. Als het goed is, heb ik het al voorbij zien komen op mijn Instagram verhaal. Dus deze die krijg je dus cadeau bij etens op het moment dat je wat koopt. Ik weet niet of er een bedrag aan hangt of... 15 euro. Ja. Of krijg je die bidonnen bij. Baby. Ik was deze vergeten. Die heb ik ook bij de Action vandaan. Doe eens even normaal. Kijk, deze heb ik er gewoon zelf zo ingegooid. Het zijn er twee hoor. Eén. Dit is die andere. En dit bakje ziet er dus zo uit. I love it. Zitten we dan in de auto? Met een boze dochter. Het regent. En ik draag een zonnebril, maar de zon schijnt ook.
En zij wil gaan fietsen. Dan ben ik toch een rare moeder als ik zeg, ja is goed, ga lekker fietsen. En is code geel afgegeven. Maar Joy wil fietsen. En nu zo boos. Volgende keer ga je fietsen, oké? Joy. Maar ik ben helemaal blij, want kijk wie terug is van kamp. Heb je me gemist? Hallo? Ja. Hey, ik doe jullie wat vertellen. Nou, jullie. Ik vraag me eigenlijk af, stel je voor, want misschien ga ik die beelden ook gewoon niet delen, maar ik ga ze wel gewoon editen. Maar dat is eigenlijk best triest wat ik ga doen. Dat moet ik maar niet zeggen. Nee, maar stel je voor, dat wanneer ik doen ga. Weet hoe dankbaar je dan bent, maar dat je denkt van, daarom beelden zijn belangrijk jongens. Oh, maar ja, moraal van dit verhaal, waarom ik dit video heb gestart. Maak beelden. Ja, ten eerste, ik raak iedereen gewoon aan, maar het is echt zo man. Altijd is het, weet je wat het is, als er iemand overlijdt, ik ben zo hè. Dan ga ik weer zo terugkijken naar de foto's die ik met diegene heb ofzo. En heel vaak zie ik zo, was maar één, we hebben maar één of twee foto's. Terwijl we 9 keer samen zijn geweest ofzo. Snap je wat ik bedoel? Waarom ik video aan heb gedaan, is om jullie te vertellen. Dat ik gewoon bij de Bas van de Heide deze trui heb gekocht. En ik ben er echt very mucho happy mee gewoon. Het waren maar 19,99, gewoon 20 euro dus, maar goede deal man. En elke euro is mooi meegenomen. Hè? Wat zeg je hiervan? We zijn aan het besparen jongens. Zoek geld. Yeah, no more, I gotta take my horse to the hotel road. Right, okay. Wat zegt hij eigenlijk? Trouwens, ik heb helemaal niet gezegd wat we gaan doen vandaag. Vandaag is het zaterdag. Wat gaan wij doen? Ik heb gewerkt, ik ben naar huis gegaan, ik heb een dingetje gedaan. En ik heb Joy net weggebracht. Ze heeft een playdate. En ik heb een date met niet één, maar twee mannen. Twee. Oh. Kennen jullie dat kraampje op Kruiskade? Ze verkopen bloedworst, vleesworst. Bueno man, die is wel echt te aanraden. En hij staat er volgens mij alleen maar alleen in het weekend, hè? Ja. Alleen in het weekend is hij er. Dat is echt aan. Oh joh, klaar jongens. Het is afgelopen. Wij wilden even een bloedworstje halen. Dat tentje daar zo op de Kruiskade. Het ziet er misschien niet zo, niet eigenlijk best gek uit op camera. Wat is heerlijk. Wie ben jij nou? Yara. En hoe oud is Yara? 2 uur. 2 uur? 2 uur? 3 jaar. 3 jaar. Ik wil even een mooie. Nog wat, dat is echt mooi. Ik heb voor je eerst gevoeld, oké? Ja, dankjewel. En ik ga een beetje dingen erin hebben. Ik wil voor jou zijn. Kan je flit zetten wanneer je opneemt? Film? Nee. Schatje, heeft die sojasaus. Ni hao. We wachten even op onze volgende ronde. Dit is wel mijn face. Oh, de tonijn ook daarnaast trouwens. Dus die heb ik nu weer besteld. En die gaan we nu gewoon weer eten. Het lijkt net alsof ik reclame maak voor Noordfeest.
Oh ja, vandaag is het zondag. Waarom zijn de winkels niet gewoon tot 8 of 9 uur open? Elke dag. Ik heb al mijn dingen gedaan. We gaan nog even naar de winkels. Nou, dus niet. Ik ga je wat voorleggen. Stel je voor, hè? Je weet dat je ouders hebben het beste met je voor. Ze geven je advies. Daarom gingen we dus naar Zuidplein. Dat het. Kijk, mijn vader is nu 14 jaar geleden. Keihard regent. De bron van onze familie die echt ook advies. Zo, ja. Anyways, we zijn nu op de Bijenlandse Laan, want er schijnt hier een adresje te zijn met lekkere Johnny Cake. En ik heb trek in Johnny Cake, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Wauw. Oké. Okay. Ja, is goed. Oké, doei doei. Johnny Cake is op. Maar je hebt wel gedaan wat je zelf wilde. Ik heb zin in deze week die er aankomt. Ik ga weer opnemen in Amsterdam. Heel leuk is. Hele leuke producer ook. Ize die gaat weer mee. Ik ga daar ook gewoon beelden schieten. En probeer ook beelden te schieten, maar ik vind dit nog best lastig, merk ik. Ik ben niet bang voor de camera, want ik neem ook gewoon foto's. En wat ik heel leuk vind om te doen. En... Maar dit is toch anders. Als je gaat filmen en dan denk ik van ja, ja, weet je wel. Net als nu moet ik dit echt filmen. Like, who gives a damn? Dat ik op Zuidplein was en dat de winkels eerder dicht gaan. Maar goed, aan de andere kant. Je weet nooit wie wat interessant vindt, snap je? Dus ja. Daar gaat het niet over. Dat gaat erover wat jij wil, toch? Ja, maar de tijd is ook anders, hè? Vroeger hadden mensen niet eens een inspraak op hun ouders. Die hoefden niet eens wat te zeggen. Vroeger? Ja, daar heb ik het over echt 15 jaar geleden. Was echt een bepaalde cultuur om niet tegen je ouders in te gaan. Dat is waar, ja. En nu is het echt van, nou...